Vandaag gaan we aan de slag om het cadeau voor de koning van de ondergrondse stad te regelen. Wat heeft iemand niet die onder de grond woont? Juist, iets uit de oceaan. Maar ja, wat kunnen we er allemaal uitkrijgen? En waar gaat de koning blij mee zijn? Je ziet het vandaag. Vandaag gaan we het cadeau vissen om naar de koning van de ondergrondse stad te brengen. Toch? Ja, dat hoop ik. Want tot nu toe is het niet echt een heel groot succes. Hey, we gaan gewoon lekker een beetje vissen vandaag. Soms moet je ook die rust pakken. Ik weet niet of je nog kan herinneren dat we hier op het eiland waren met die gigantische portal. Wat is dit, joh? Ja. Of de andere afleveringen waar alles random was en we compleet gek werden. Oké, komt-ie. Nee! Dus dan is deze rust op zich wel een beetje... lekker. Gewoon een beetje vissen. Genieten. Je hoort van ook de vogeltjes. Je hoort het water. Plats, 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 plats. Hoor je het? Plats, plats. Plats, plats. Ah, jongens, ik vind het hartstikke leuk dat jullie erbij zijn. Het is altijd gezellig bij de survival en vandaag ook. Want we gaan dus een mooi cadeautje halen. En we gaan natuurlijk naar de koning toe om te vragen of hij weet waar we het blauwe digium kunnen vinden. En jullie weten, hij wil altijd een cadeau van ons. En ja, wat heeft nou een koning die onder de grond leeft niet? Iets uit het water. Ik dacht dat je wou zeggen rood digium, maar dat zou ik niet aan hem geven. Dat gaan we niet aan hem geven. Nee, dat lijkt me niet slim. Maar wat gaan we wel geven? Waar hopen we nu op te vissen? Ja, jeetje, ik heb eigenlijk geen idee. Nou, misschien... Pakte ik hem nou? Wat heb je gekregen? Een pufferfish. Al was hij de laatste keer natuurlijk niet zo aardig tegen ons. Oh, nu je het zegt. Ja, dat was ik helemaal vergeten. Dus misschien moeten we ook een niet zo aardig cadeautje teruggeven. Maar dat is lullig. Ja, nee, dat is lullig. ik denk dat we hem te vriend willen houden. Ja, precies. Maar maak hem niet ook al blij met een zampie? Ja, nou ja, nee, niet helemaal. Want we hebben natuurlijk al een competitie gedaan. Er zit trouwens een inktvis daar vast in de kist. Dit heb ik nog nooit gezien. Wat is dit? Okay. Hij is weg. Huh? Oké. Hey, dat heeft hij ook wel niet trouwens. Een inktzakje. Nee, want jullie hebben een viscompetitie gedaan, dus ze hebben daar wel water. Maar ze hebben daar geen inktvissen. Want inktvissen kan je niet vangen in het water. Moet je kijken hoeveel er zijn. Het is echt niet normaal. Dus... Oh, kijk, hier zelfs hierin. Wat is hier gebeurd? Hé, dolfijntje. Nou. Waarom zijn hier zoveel inktvissen? Ik heb echt geen idee. Wat zit er allemaal in deze water? Wat zou je willen? Hey, als Mojang kijkt, hè? Minecraft. Hallo Minecraft trouwens. Leuk dat jullie weer kijken. wat is nou iets dat als jij zegt van... Oké, ik, meester van het vissen, wil een nieuwe update in Minecraft. Het was natuurlijk een hele toffe aquatic update. Maar wat mist er nou nog in deze... donkere wateren. Dat vind ik heel lastig. Nou, wat wel heel erg cool is, vind ik al, is zo'n zeetempel. Oh ja, ja, zeker. Die ben ik volgens mij echt maar twee keer tegengekomen in mijn hele survival carrière. Kom, we gaan ondertussen vissen. Van die grote guardians en zo. Aha. Maar het lijkt me ook nog wel cool als je echt een soort van ondergrondse zeeplekken kan ontdekken. Net als dat je bij de mines hebt. Ja. En dat je van die, shafts en zo en dat soort dingen. Ja, ik pak ondertussen ook even een hengeltje. Dat lijkt me wel heel cool. Ja, weet je wat me dan helemaal vet lijkt? Als je dan gewoon zo diep in het water kan gaan, als in naar beneden. Dat je op een gegeven moment gewoon dat het donker wordt. En dan heb je van die vissen, misschien kennen jullie ze wel. Die hebben dan zo'n lantaarntje met licht erop. Oh, ik weet wat je bedoelt. Dat is volgens mij een Napoleonvis. Oké, als dat echt... Oké, die gaan we nu googlen. Als dat echt zo is, dan ben je echt de meester van het vis. Een Napoleonvis. Ja, dat is wel een ander. Is het een ander? Vis die licht geeft. Nee, trouwens, dit is hem ook niet. Nou, jongens, nee. Die heeft ook niet zo'n ding. Maar wat voor eentje is de Napoleon dan? Heeft hij van die hele dikke lippen, of niet? De Napoleon. Ja, het is gewoon een hele grote... Ja, we kunnen best een fotootje erop gooien. Dit is hoe die knappert eruit ziet. Dat is geen visstikje. Dat is een hele grote vis. Maar ik weet niet of die licht geeft. Ik denk het eigenlijk niet. Nee, ik weet wel dat je hebt die ene aal met die elektriciteit. Ken je die? Ah, ja.
dat ze je kunnen schokken. Maar volgens mij geven die ook een beetje licht, toch? Of niet? Nou ja, er zijn heel veel beesten die in zo'n diepte licht geven. Oh. Ik had daar toevallig laatst nog een kleine documentaire over gezien dat ze ook ontzettend diep in de zee gingen. En dat bijna al die beesten of doorzichtig waren of dat ze gewoon licht gaven. Het was best wel interessant. Dus als je geïnteresseerd bent in vissen en dat soort dingen, er zijn heel veel interessante documentaires daarover. Ja, het is ook wel een beetje spannend vaak, vind ik, als het zo diep is. Ja, want we kennen dat ook helemaal niet. En net zoals een kwal, weet je wel? Het is niet echt een dier, maar het is ook niet echt een plant. Maar, of ja, is een kwal een dier? Ja, hè? Ja, volgens mij wel. Ik denk dat je meer koraal bedoelt. Oh ja, ook dat is leeft. Het. Ja, inderdaad. Ik kan trouwens nergens een vishengel vinden. Alsof ze niet willen dat ik even mee kom hengelen. Nou, ik heb hier nog eentje voor je. Wacht even, je hebt gewoon een backup hengel. Natuurlijk. Ik ben helemaal aan het zoeken naar de hengel. Ik had er toch altijd eentje bij me? Oh, potverdorie. En die andere had ik van jou gekregen. Kijk, hier is er. Oh, die is een goeie. Nee, maar wat ik bedoelde met een kwal is meer dat die ook zo doorzichtig is. Ah, zo, ja. Weet je wel, ook een beetje zo'n soort van rare vorm. En wat komt er? Hallo? Hallo? Ze willen heel graag mee. Is dit niet gewoon een hint? Kan je me in een emmertje stoppen? Nee, volgens mij past dat niet. Dus je kijkt hoe groot zijn hoofd is. Hij gaat ook gewoon op mijn hengel. Ja. Hallo, hij gaat meneer. Alle vissen wegjagen. Hupsakee. Nou, hengel jij nog even door, dan ga ik de Hall of Fame doen. En mocht je niets vinden, weet je, dan pakken we gewoon die inktvis mee, toch? Dan pakken we dat inktsack mee en dan is dat het cadeau. Oké. Okay. Hij was ook blij met een kanonskogel en met een... En dat schedel. Een schedel. Ja, like, dat is echt niet oké. Zo hoog moeten we ook weer niet onze standaarden zetten. Nee, precies. Maar over wel hoge standaarden, wie mogen wij vandaag op de Hall of Fame zetten? Daisy! Gefeliciteerd! Daisy zegt... Hey Wouter en Maïsha, misschien moet jullie ook nog een keer op de camera's kijken. Mag ik op de Hall of Fame? Mijn naam is Daisy. Leuke video's, ga zo door. Oh, gewoon of er mensen rondgespookt hebben. Inderdaad, want we hebben al een tijdje niet gekeken op de camera's. Toen dacht ik, ja, dat vind ik een hele goeie. Ja, ik denk dat het sowieso belangrijk is om dat goed in de gaten te houden. Even kijken, Daisy schrijven denk ik gewoon. Daisy schrijven als D-A-I-S-Y, toch? Ja. Nou ja, laten we eens even kijken, want ik zit even te denken. We hebben nog een camera die we moeten ophangen. Want we hebben hier hebben een camera. Er twee. Ja, ik heb nee, er nog we twee. Hebben er drie. Of niet? Ja, kijk, want hier hangt er één en er zat er nog één in Bob's oog. Weet je nog? Ja. Maar dan moet ik wel eerst de andere camera pakken. Ja. Om dan de rest te kunnen zien. Pak die, zoek die eventjes in onze gesorteerde dozen. En dan ga ik nog eventjes vertellen dat vanaf vandaag... Ja, dames en heren. Ook al wordt het weekend en heb je geen school... is wel de schoolposter met Jeb nu in de webshop te verkrijgen. En dus voor de voorraad die we nu hebben... gaan we alle posters signeren. Hier zie je bijvoorbeeld een prachtige handtekening van Maïsha. Want je kan het lezen. En degene die niet kan lezen, die is van mij. Nou, kan jouw handtekening wel lezen. Ja, een klein beetje. Ja, zoals jullie weten is het ook gewoon een steuntje in de rug van Jeb... om jullie te stimuleren en te helpen met de school. Aangezien de tijden natuurlijk nu een beetje anders zijn. Dus komt Jeb helpen door gewoon de helft van je huiswerk op te eten. Nou, dat helpt wel. Fijn, hè? Dus hij is nu te bestellen op woutershop.nl. Zolang de voorraad strekt natuurlijk. Oh ja, trouwens, één dingetje. We hebben normaal natuurlijk dat als je voor drieën bestelt... is de volgende dag in huis. Dus stel je zou hem vandaag bestellen... zou dat normaal gezien de volgende dag verstuurd worden. Alleen wij moeten ze even signeren. Dus vanaf maandag worden ze eruit gestuurd. Zodat wij even het weekend zo... Gaan we kunnen alles pennen. Ja, precies. Elke poster wordt echt... nemen we de tijd voor en gaan we echt zelf zetten. Ik vind dat ook altijd flauw als... ik weet dat daar een tijd geleden was een keer daar zo'n nieuwsbericht over... van Ariana Grande en Justin Bieber. Ja. Die zeiden dat ze gingen signeren, maar toen hadden ze gewoon één keer gesigneerd... en hadden ze 10.000 kopietjes gemaakt. Een kopietje van de handtekening? Ja, het was gewoon telkens hetzelfde. Oh. Dus jullie weten ook voor nu en in de toekomst... dat als wij zeggen dat iets met een handtekening is... dan is het ook echt persoonlijk altijd door ons gezet. En dat is natuurlijk in het verleden ook altijd zo geweest. Ja, zullen we dat eens live doen op TikTok? Ja, ik vind het goed. Gaan we gewoon signeren, terwijl iedereen kan kijken. Misschien zie je dan wel gewoon hoe je eigen poster wordt gesigneerd. Precies. Nou, ik vind het een goed idee. Ik was laatst sowieso live op TikTok en dat was wel echt leuk. Je kon ook Q&A's doen en zo. Dus mocht je ons willen volgen op TikTok... Ik heet @WouterVDVaart. En hoe heet jij op TikTok? Ik heet Maïsha.a. Maïsha.a. Dus volg ons ook zeker even voor leuke TikTok. Ik heb een heel groot probleem. Ik ben de camera kwijt. En dat is geen grapje. Oh... Kan je niet even op de camera kijken waar... Oh nee, dat kan natuurlijk niet. Oh,
Oei. Weet je waar je hem hebt opgeborgen? Is het niet in de kluis? Echt niet meer. Oh, dat zou ook goed kunnen. Ik heb ook al in mijn eigen Ender Chest gekeken. Ik hoop niet dat er ingebroken is en dat die camera gejat is. Ik snap er helemaal niks van. Even kijken. Hier. Nee. Nope. Echt niet? Oh, schatie. Dat is echt... Hè? Dat is niet goed. Ik heb echt overal gekeken. Oh, wacht. Ik ben al niet hier geweest. Misschien zit hij hierin. Bij de... Oh. Nee. De bomen. Oh, daar. Hier. We zijn over. Nee, hier ook niet. Oh, we moeten echt opruimen. Zullen we dan even kijken in de bomen? Ja, laten we eventjes kijken. Jeetje, dat zou wat zijn als we hem kwijt zijn, zeg. Ja, maar dat is dus de vraag. Ben jij hem kwijt of heeft iemand anders hem gepakt? Want daar vind ik nog wel een verschil in zitten. Als jij hem kwijt bent, is van ja, oké. Okay. Maar als iemand anders hem heeft meegenomen, dan hebben we een groter probleem. Ja, echt. Nou, dat zal toch niet. Wie zou hier langskomen? Ik weet niet, maar normaal ben ik altijd degene die dingen kwijtmaakt. Ja, ik snap het ook niet. Ik snap wel sowieso niet waarom ik hem niet in mijn inventory heb. Want ik heb altijd en een vishengel. Oh, hier is niet eens een chest. Nee. Oh jee. Oh jee. Daar moeten we even achter gaan komen waar die is. Ja, sluipt er iemand rond of... Nou, dat zal toch niet? Ik weet het niet. Jij bent echt niet van dingen kwijtraken. Dat zou ik ook weer niet zeggen. Nee, ja, oké. Okay, ja, dat is waar. Nou, in game heb je het minder dan in het echte leven. Maisha kan wel vaak gewoon zich afvragen waar haar mobiel is. Hebben jullie dat ook? Ja. Als je een mobiel hebt, dat je hem gewoon soms kwijt bent. Of met soms bedoel ik een paar keer per dag. Een paar keer per dag. En dat je hem dan al hebt, omdat je hem gewoon in je handen vasthoudt. En dan ben je hem alsnog aan het zoeken. Yep. Ja, voel je dan nu wel veilig om richting de ondergrondse stad te gaan, of niet? Nou, dat vind ik een hele goeie. Wat nou als hier inderdaad iemand is? Nou, we kunnen even snel op en neer het cadeau geven, even vragen en dan weer terug. Denk je dat het veilig is om Jeb en Lily en zo hier achter te laten? Ik weet niet. We kunnen ook een keer vragen of op ze wil babysitten. Oh ja. Dan brengen we ze gewoon daarheen. Dat hij een oogje in het cel houdt. Ja, dat lijkt me een hele goeie. Laten we gewoon eventjes op en neer gaan naar de koning. Ja. En dan vragen we aan hem, aangezien ja, we de hint kregen dat de mensen met blauw bloed weten waar het blauwe digium is. Nou, mensen van adel hebben zogezegd blauw bloed. Ja. Dus dan vragen we het gewoon aan hem. Gaan we meteen terug, niet te lang, niet nog heel veel dingen doen. Nee, hopelijk is er dan niet een soort van wedstrijd weer of zo. Nee. Ja, nou ja, hij zal vast wel weer iets raars hebben. Maar dan moeten we gewoon zeggen, nu even niet, we komen geen terug. Geen tijd voor. Ja, precies. Wat denken jullie? Laat even weten in de comments. Is het een goed idee om Jeb en Lily even neer te zetten bij Beer en Bob? Want wij zullen gewoon veel op pad zijn. Dat denk ik ook, ja. En ook hè, omdat steeds zijn we natuurlijk op andere plekken en we kunnen niet alles hier in de gaten houden. Nee, dan vragen we gewoon aan Bob of hij een leuk plekje voor ze heeft. Ja, precies. Heb jij inktvis? Ik heb één inktzak. Nou, dat is toch prima? Zak. Een sjak. Nou, kom, neem je inktzak mee. Ja, want ik denk niet dat hier nog iets anders... Nee, dan gaan we erheen. ...uitkomt. Oh, wacht. Is het misschien hier? Wat, in de iglo? Daar hadden we ook allemaal... Oh, hoe gaan we dat doen met de iglo? Kan dit? Oh, mijn pijlen zijn op. Oh, jee. Ja, we hadden eieren moeten pakken. Zal ik even snel wat eieren pakken? Ik pak even snel wat eieren. Ga je eieren op Bob's oog gooien? Ik wil ook gooien. Zo. Oh jee, ik ben heel benieuwd hoe het werkt. Ik ook. Oh nee, het staat in de fik. Ja, dat zijn die pijlen. Oh. Gaat het niet goed door? Nee. Gooi. Oh. Ja, het werkt. Ja. Geniaal. Nice. Even kijken. Nee, dit is ook allemaal leeg. Oh, we hebben hier wel wat vis in zitten. Nee. Vis. Hoe kan dat nou toch? Nou, kan gebeuren. Kom, we gaan gewoon verder. Wacht, de deur moet dicht. Ja, maar dat is aan de andere kant. Oh. Zo. Oei. Oh, je hebt hem weer open gedaan. Hij is kapot. Oh. Of niet? Oké, hij is gefixt. Ja, niet gerust. Ja. Wacht, hier hadden we ook nog iets gedaan, of niet? Oh, ik word echt helemaal... Nee, ja, jij blijft nu zoeken naar die camera, maar we moeten... Auw, creepers! Oké. Wacht, die kunnen we ook bekogelen. Nee, ja, dat was de verkeerde kant. Hey. Dat is een kindje. Oh, jongens. En
Ik zei al dat het vandaag een leuke dag was. Natuurlijk omdat de survival er weer is. Maar morgen, zaterdag, om 7 uur... komt de eerste brief van de Dodo Club online. Dus voor de mensen die zich hebben aangemeld... die krijgen zaterdag om 7 uur de eerste brief. Er staat een leuk Wouters weetje in. Er staat, even kijken... Oh ja, natuurlijk, de exclusieve video. Alleen voor de mensen van de Dodo Club. En hij is zo leuk geworden. Ja, hij is echt... Hij ging zo goed! Ja, maar echt waar. Het was echt absurd. Behalve dan misschien bij mij het eerste kleine stukje, maar verder... Ja, dat is waar. Had het niet beter gekund, bijna. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat de mensen die het gaan kijken, die zullen zeggen... Wij zijn trots. We zijn trots op jullie. Dat denk ik ook. Dus als jij nog niet hebt aangemeld, vergeet dat niet te doen. Je kan gewoon het linkje in de beschrijving vinden en dan krijg je ook het e-mailtje. Zorg dus wel dat je dat doet voor zaterdag 7 uur. Je kan het ook daarna doen, maar dan krijg je natuurlijk pas volgende week de eerste brief. Dit voelt ook echt als een ander leven, hè? Ja, het hele Jagersdorp. Ja, hier zijn we echt al heel lang niet geweest. Potverdorie zeg. En dan had je hier nog... Oh, is dat natuurlijk de laatste keer dat allemaal afgebrand, de piraten? Ja, met die gigantisch grote schepen die hier stonden. Zo. Ja, die zijn volgens mij dus ook nog steeds op zoek naar die portal dus blijkbaar. Nou ja, het blauwe Digium. Oh, die hadden ze al, hè? Ja. Dat is waar. Dus het is alleen die portal. Dus echt een kwestie van tijd dat wij ook moeten zorgen dat ze het blauwe Digium vinden. Oh, jeetje. Kijk dit nou. Zo, het blijft wel echt... Een bizarre plek dat hier gewoon een ondergrondse stad onder zit, hè? Ja. Misschien moeten wij dit een keer voor ze opruimen, want zij komen hier natuurlijk niet. Oh, zij nee, weten helemaal niet dat dit allemaal is afgefikt. Ja, dat is inderdaad wel een goeie. Nou, dat kunnen we ook aan hem voorleggen. Wij gaan volgende aflevering naar de koning toe. Mocht je nou nog de poster willen bestellen met de handtekening erop, check dan woutershop.nl. Natuurlijk zijn we er maandag, woensdag en vrijdag weer met een nieuwe aflevering. En morgen dus nog even een extra video voor de Dodo Club. Wij zien jullie volgende keer weer bij die video. Tot dan, mensen. Doei doei. Ciao.